Want of het dan gaat over de toekomst van de mobiliteit. Nou ja, de bussen die hier rijden, die moeten straks gewoon elektrisch worden. Dat is een verantwoordelijkheid van de provincie. Dat zijn onze bussen. Maar goed, wij gaan dat soort beslissingen niet nemen zonder afstemming met de stad. Breda nu. Je weet het meteen. Ik spreek met Christophe van der Maat, VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Staten. Yes, ja. Verkiezingen 20 maart, ja. Spannend natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En we zitten op jouw verzoek hier, op jouw verzoek hier op deze plek. Want wat is het voor jou deze plek? Nou, dit was de plek waar we, dat was denk ik een dik jaar geleden, samen met de staatssecretaris het station hebben geopend. Ja, want dat moet ik even bijzeggen. Jij bent al 4 jaar gedeputeerde nu geweest voor de VVD, hè? 4 jaar verantwoordelijk voor mobiliteit in Brabant. Ja. Nou, dit is het mobiele knooppunt van Breda. Ja, zeker. En het is onlangs ook gelukt om in ieder geval heel duidelijk met de staatssecretaris bijvoorbeeld een afspraak te maken over het verbeteren van de OV-verbinding van Breda naar Utrecht. Ik denk als je naar alles wat er op stapel staat voor Breda, dan is dit een hele belangrijke plek. Ik moet zeggen, ik moest er zelf eerst aan wennen, aan deze grote baksteen. Inmiddels heb je hier echt gevoel bij gekregen. En ook gewoon de overgang naar het park en zo. Dat is echt een enorme plus voor de stad. Ja. Hier zitten miljoenen in van de provincie. Want hoe is dan de verhouding provincie-gemeenteraad? Ja, dat wordt steeds ingewikkelder. Er is één ding vooral heel duidelijk, dat de stad en de provincie nog veel beter of nog meer kunnen gaan samenwerken. Ja. Want of het dan gaat over de toekomst van de mobiliteit, nou ja, de bussen die hier rijden, die moeten straks gewoon elektrisch worden. Dat is een verantwoordelijkheid van de provincie, dat zijn onze bussen. Maar goed, wij gaan dat soort beslissingen niet nemen zonder afstemming met de stad. Ja. De woningbouwopgave. In Breda hebben ze nu plannen, ook VVD-wethouders die 6000 woningen erbij willen zetten. Nou ja, even met belangrijke grondtransities, grond aankopen, kan de provincie soms helpen. Want hebben jullie grond? Nee, we hebben grond, maar niet hier. Nee. Maar de provincie heeft wel heel veel geld. En dat is geen geld om zomaar even uit te geven, maar daar waar bijvoorbeeld even wat geld nodig is om een deal rond te maken die zich later weer terugverdient, daar helpt de provincie. En nou maakte Rutte een vergelijking met Nederland als breekbaar Delsblauw vaasje. Hoe zit dat voor Brabant? Zijn wij zo'n breekbaar Delsblauw vaasje? Nee, dat denk ik niet. Misschien is het zelfs wel precies andersom. Kijk, wat Rutte terecht zegt, denk ik, ook als je naar Brabant kijkt. We hebben het enorm goed hier. We hebben heel veel opgebouwd. En dat moeten we ook beschermen. Dus daarom is ook veiligheid dan een belangrijk onderwerp voor ons. Of nou gaat over de gezondheid. Neem bijvoorbeeld toen de ontwikkeling van de geitenhouderij in Bavel. Nou ja, we hebben als provincie het besluit genomen dat dat soort ontwikkelingen niet door kunnen gaan. Ja. Dus dat die geitenhouderij er niet komt. Het klimaat dat op ons afkomt. We zeggen als VVD van ja, we moeten die maatregelen moeten we gaan nemen. Maar wel op een manier dat iedereen dat mee kan maken. Nou, dat is wat Mark Rutte bedoelt. Met dat vaasje van we hebben ambities als Breda, als Brabant. Maar we moeten het wel op een verantwoorde manier samen met elkaar ontwikkelen. En dan kom je denk ik juist bij Brabant uit. Ik denk dat wij als Brabant Nederland misschien zelfs wel de toekomst bieden. Want als het gaat nou over slimme mobiliteit of over andere onderwerpen. Hier zitten zoveel krachtige bedrijven die de oplossingen bieden voor de toekomst. En wat wij in Brabant vooral zeggen is, van ja, zorg er nou voor dat die bedrijven heel snel hun nieuwe technieken kunnen toepassen. Dan kunnen we er geld aan verdienen. En we kunnen bijvoorbeeld duurzame energie opwekken. En hoe kan Breda daar? Want ik voelde wel aan, Brabant is... We doet zijn goed, van ver gekomen. Allebei het gevoel moet ook een beetje vasthouden. We zijn van ver gekomen en nu zijn we hot en helemaal going. Maar hoe kan Breda daar nou optimaal van profiteren? Ik knok enorm hard om ervoor te zorgen dat Breda en Eindhoven de internationale schakelsteden worden van Nederland. Dus vanuit hier ga je met de trein naar Londen, naar Antwerpen enzovoort enzovoort. Zoals ze 10 jaar geleden zeiden, er zijn een aantal mensen met lef geweest die dit uit de grond hebben weten te stampen. Zo moeten ze over 10, 15 jaar weer zeggen dat potverdorie, die trein is er gekomen, station is er, maar moet je kijken wat daar omheen is gebeurd. En voor die stap staat Breda nu. De burgemeester heeft opgeroepen tot meer lef in de nieuwjaarsreceptie. Ja.
Kunnen jullie als provincie ook het ondersteunen, dat LEF? Ja, zeker. En sterker nog. Goed, en natuurlijk wij als gedeputeerden bij de voor heel Brabant. Maar het maar een is beetje toch, hard ligt het, op het dan is hier. Toch wel heel erg fijn, denk ik, als er gewoon weer iemand uit Breda aan die knoppen in Den Bosch zit. Ja. Ik bedoel, wij hebben een begroting van een kleine miljard euro. En met projecten die hier op stapel staan, of het dan gaat over die elektrische bus, of het gaat dadelijk over het doortrekken van de haven, of het gaat over de noordelijke randweg. Ja, dat zijn allemaal projecten waar de provincie in kan participeren. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus daarvoor moet je echt wel oude man in Den Bosch hebben. Dus als ik het goed begrijp, is de provincie vooral echt een partner in LEF-ontwikkeling. Vanuit de VVD willen jullie daar een nadrukkelijke rol in spelen. Ja, we hebben kerntaken. Maar wat je ook ziet is dat, en dat zal de komende 4 jaar zeker zijn, dat we vooral ook plussen kunnen zetten bij gemeenten die de hele provincie helpen. En dat is onder andere op de bereikbaarheid, maar ook voor de woningbouw, hè, die 6000 woningen hier. Ja, het is enorm belangrijk voor Brabant als geheel. Ja, en voor Brabant als geheel, dat Breda zich als stad, als internationale schakelstad, nog steviger kan ontwikkelen. Ja. En als het aan mij ligt, het gaat een nieuw provinciebestuur, ook meteen met de steden, dus met Breda gewoon om tafel om een deal te maken. Zeggen, oké, jullie willen die haven doortrekken, jullie willen de noordelijke randweg willen jullie aanpakken, je wil 6000 woningen bouwen, je wil topspot evenementen hebben. Nou, daar kunnen wij in alle opzichten als provincie bij helpen, maar laten we dan meteen gewoon een deal maken waarin we de komende jaren met elkaar volle bak vooruit kunnen. Ja. En dan is het fijn dat er een Bredanaar ook in het bestuur zit. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel, merci. We zitten hier in het station van Breda met Selçuk Akinci, kandidaat voor zowel de Eerste Kamer als de Provinciale Staten hier in Brabant, voor GroenLinks. In het verleden ook voor Breda een bekend persoon geweest, oud-wethouder, ook directeur, voormalig directeur moet ik nu zeggen, van de Milieufederatie hier in Brabant. Wat maakt dat je nu weer kijkt richting een politiek kandidaatschap in de Eerste Kamer of in de provinciepolitiek? Nou, wat ik zowel in Breda merkte als raadslid en later vooral als wethouder, is dat je rondom zo'n thema als duurzaamheid nooit dingen alleen kunt bereiken. Dus je zal als overheid ook altijd de samenwerking moeten zoeken met onderwijs, met bedrijfsleven, met maatschappelijke organisaties, om je duurzaamheidsdoelstellingen dichterbij te brengen. Op de lijst voor zowel de Eerste Kamer als op de Provinciale Staten geeft u zelf aan, heeft u wat meer een lijstduwersplek? Toch vond u het heel belangrijk om deel te nemen aan de partij? Een deel? Ja, ik denk dat het. Ik vond het belangrijk om te laten zien dat ik de idealen waar GroenLinks voor staat en dat ik de mensen die idealen in de Provinciale Staten willen vertegenwoordigen, dat ik die van harte steun. Ja. De Eerste Kamer hebben ook een fantastische lijst. Ik sta op plek 14. Nou, dan past ook enige bescheidenheid. Ik ben ervan overtuigd dat we dan een geweldige verkiezingsoverwinning gaan boeken. Ja. Maar 14 zetels voor GroenLinks in de Eerste Kamer, ik denk dat dat net iets te hoog gegrepen is. Oké. Nou, het is toch een bepaalde plek. U wordt niet direct gekozen door de burgers hier in Breda of in Brabant of in Nederland. Klopt. Dus het gaat indirect. Klopt. Dat is het, het afwijkende eigenlijk van de Eerste Kamer. Die wordt gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies in Nederland. Ja, en waarom is het dan voor ons belangrijk om straks bijvoorbeeld op GroenLinks te gaan stemmen in de Provinciale Staten? Nou ja, sowieso omdat dat klimaatvraagstuk en het duurzaamheidsvraagstuk in Brabant ook ontzettend speelt en van belang is. We zullen ook hier werk moeten maken van de energietransitie. We zullen ook moeten gaan kijken naar onze waterhuishouding. We hebben afgelopen zomer een enorm droog jaar gehad. Ja, is de huidige inrichting van Brabant nog wel bestand tegen dat soort periodes van droogte? Nee, dus daar zul je anders mee om moeten gaan. Maar het is ook belangrijk, de Provinciale Staten kiest ook de Eerste Kamer. En daar is het van belang dat een sterke GroenLinks-fractie het kabinet kan dwingen om ook wat meer werk te maken van het thema klimaat. Het kabinet zal straks zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Dat betekent dat ze partijen als GroenLinks nodig hebben om wetsvoorstellen er doorheen te krijgen. Nou, daar wil GroenLinks best serieus naar kijken. Zeker op een constructieve manier naar kijken als het plannen zijn die passen in onze eigen agenda. Maar daar moet wel iets tegenover staan. Ja. Namelijk dat het kabinet nu ook echt werk gaat maken van het thema klimaat. Ja. Vindt u dat het kabinet tot op heden te weinig doet omtrent het klimaat? Het kabinet zegt heel veel. Het zegt het groenste kabinet ooit te zijn. Daar merken we nu nog heel weinig van. Dus prima dat ze de ambitie hebben om het groenste kabinet ooit te worden. Daar moet je wel wat voor doen.
Ja. Ze moeten echt gaan rennen nu. Heeft u nog een boodschap voor de kijkers van Breda nu? Waarom zouden zij moeten gaan stemmen? Nou ja, het allerbelangrijkste is, ga vooral stemmen. Het gaat om de inrichting van Brabant. Het gaat om de samenstelling van de Eerste Kamer die het beleid van het kabinet moet toetsen. Dus het gaat echt ergens over. Het gaat ook nog over de waterschappen. Dus je mag twee keer stemmen. Eén keer voor de waterschappen, één keer voor de Provinciale Staten. En dan krijg je de Eerste Kamer er ook nog eens een keer bij. Dus ja, eigenlijk best belangrijke verkiezingen. Stem op een partij die je steunt, waar je de idealen van onderschrijft. En ja, als je duurzaamheid enigszins belangrijk vindt, dan kan dat niet anders dan GroenLinks zijn wat mij betreft. Okay. Een heel mooi einde. Dank u wel. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Wiekebondhuis. Waterschap. Zeker. Welke partij? Ik ben van de partij Water Natuurlijk. Dat is niet gelieerd aan een landelijke partij? Het is een landelijke partij, maar een waterschapspartij. Okay. Dus je komt hem in de Tweede Kamer niet tegen, maar wel in de waterschappen overal in Nederland. Okay. Ja. En je bent lijsttrekker voor waterschap... Brabantse Delta. Brabantse Delta. Het gebied waar we hier zijn. Ja, want waar zijn we precies? Bij de Lage Vugtpolder. Wat valt meteen op als we hier staan? De polder is zo gemaakt dat er nu heel veel vogels kunnen broeden. Kievieten, grutto's, water. Vogels die water minnen. Het zijn geen watervogels, want dan zwemmen ze in het water. Maar ze houden van nattig grasland. En als je hier komt, zie je er geen één. En dat is raar, want het is de tijd dat de kievieten broeden nu. Ze hebben al lang nesten. Maar hier zie je niks. En je ziet het ook aan de grond. Het is keihard. Dat illustreert één van de problemen waar het waterschap mee te maken heeft. En dat is, hoe ga je met droogte om? Het klimaat is nu echt een groot issue. Ja. Wordt daardoor ook de waterschappen belangrijker? Ja, heel erg. Ik denk dat het waterschap toegroeit naar een klimaatschap. Waterschappen waren tot nu heel erg van de veiligheid. Dus dijkjes, hè, zorgen dat het water er niet overheen gaat. Droge voeten en ook schoon water. Maar daar gaan ze nog steeds over? Daar gaan ze nog steeds over. En de verschuiving die komt nu. En dat is de klimaatopgave om te zorgen dat we met elkaar het land gezond houden. En dat gaat dus over dat te droog, te nat. Maar ook over hoe richt je je land nou in? Waar moet je nou eigenlijk landbouw willen bedrijven? Waar moet je... in Nederland al die zonnevelden neer gaan zetten die we ook nodig hebben. Want daar gaat het waterschap ook over. Nou, niet waar je het neerzet, maar wel, die kan natuurlijk wel advies geven over hoe moet je dat nou doen? Welke plekken zijn nou handig? Of welke plekken zijn voor landbouw niet te gebruiken? Die kun je prima volzetten met zonnevelden. Maar als je die neerzet op de meest vruchtbare grond, wat hier en daar in Nederland gebeurt, is dat niet zo slim. En we hebben toch al zo weinig ruimte. En het waterschap Brabantse Delta, wat daar in Bovigne zit, aan de zuidkant van Breda, heeft gezegd, nou, laat ons nou de trekker zijn van de regionale energiestrategie in West-Brabant. Want een waterschap is dus vergelijkbaar met, of het algemeen bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad. En de dijkgraaf is vergeleken met de burgemeester. Ja. Vanuit het waterschap gezien, hoe doet Breda het? Ik vind dat Breda het best heel goed doet. Want Breda heeft bijvoorbeeld ook tegen de provincie gezegd, wij gaan een heleboel natuur in de stad, groene linten regelen. En dat is heel belangrijk, want overal waar groen is, daar loopt blauw onder, hè? Ja, zoals hier. Zoals hier. Dus dat heeft dus dit is het blauw en dat is het groen. Ja, groen kan niet zonder blauw. En omdat Breda dat groene stuk heel goed doet, denk ik, is dat prima. Mag ik er nog een voorbeeld noemen? Ja. We hadden het daar straks over schoon water. Ja. En wat is schoon? Nou, op dit moment hebben we als waterschap een groot probleem dat er heel veel medicijnresten in het water komen. Amphia had nieuwbouw. Dan zou je zeggen, oké, dan zorgen we gelijk dat we dan, als we toch gaan bouwen, een goed filter daartussen zetten, zodat al die medicijnresten worden opgevangen. Wij hebben daar ruim een jaar geleden vragen over gesteld, trouwens ook een paar raadsleden hier. Want Amphia was dat niet van plan. Daar heeft het waterschap, maar ook de stad Breda, de wethouders, het college, meegeholpen om dat toch voor elkaar te krijgen. Perfect. Dus afgelopen jaar is het gelukt. Ja. Weet je, dat zijn zo de dingen waar je elkaar vindt. Waar je elkaar vindt, ja. Hey, en jij, want je had dit meegenomen. Maar is er al iets te vangen nu? Nou, weet je, dat weet ik niet. Het is eigenlijk nog erg vroeg, hè? Dus er zal nog niet zo heel veel groeien. Maar wat wel zou kunnen is dat we dat er misschien padden zitten. Want padden die beginnen nu te trekken. Maar ik wil wel even kijken of er wat in zit. Of er wat in zit. Even kijken of we daar wat mee kunnen doen. Het is natuurlijk een veel te steile helling eigenlijk. Hè? Dus dat is al helemaal niet ecologisch. Oh, dat is dus niet dat, goed. Die moet je, als je hier nou kikkers in voorstelt, hoe komen die hieruit? Nou,
Dit is gewoon maaisel van vorig jaar. Ah, oké. Als je samenvat, waar staat jouw partij precies voor? Nou, water natuurlijk staat voor meer groen, gezond water. We willen graag genieten van het water, dus recreatie mogelijk maken en voor klimaat. Dus hou je van natuur en hou je van duurzaamheid, stem op 20 maart. En dan het liefst voor jou. Water maar natuurlijk. Het belangrijke is dat je naast je provinciale, dan kan je tegelijkertijd ook voor de waterschap. Je gaat, als je toch gaat stemmen, doe dan ook allebei. Voor die waterschap. Doe vooral voor die waterschap, want dan krijg je alleen maar meer mee te maken in de toekomst. Dan heb je er nog wat over te zeggen. Nou, heel veel succes met de verkiezingen. Dankjewel. Breda nu. Je weet het meteen.